Het trainingskamp van NEC zit er bijna op. Het is de laatste dag in het Spaanse Estepona. En dat betekent dat het tijd is om terug te blikken. Dat doen we met eerste doelman en reserveaanvoerder Matthijs Brandehorst. Hoe kijkt hij terug op het trainingskamp? Ja, ik denk sowieso dat het voor clubs uit onze competitie niet vanzelfsprekend is dat je zomaar naar een mooi land kan om je voorbereiding te doen op het tweede seizoen zelf. En kijk, als je gewoon kijkt naar de accommodatie die je hier hebt, de trainingsvelden, de wedstrijden die je speelt, dan is het gewoon heel erg nuttig. Oké, en voor jou persoonlijk, want je hebt het nu over het team gehad en op weg richting de tweede seizoen zelf. Hoe zit dat voor jou? Ik vind het altijd heel leuk om even een paar dagen tussenuit te zijn. Het is toch goed voor de teambuilding. Je leert jongens iets beter kennen. Ik vind het gewoon ook heel lekker om lekker bezig te zijn in het zonnetje en om hier voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. We hebben gisteren twee oefenwedstrijden gezien tegen Lincoln uit Gibraltar en tegen VVSB. Allebei gewonnen. Wat zeggen die wedstrijden jou? Aan de ene kant heel weinig, denk ik. Want het is niet heel erg vergelijkbaar, denk ik, met tegenstanders in onze competitie. Maar het is toch lekker dat je allebei de wedstrijden wint en het jaar in principe goed begint. Op dit trainingskamp hebben ook heel veel jonge spelers zich gemeld bij NEC, zijn meegereisd. Hoe vind je dat ze zich geprofileerd hebben tot nog toe? Ja, ik denk dat sowieso de eerste dagen dat ze echt wel goed hun best hebben gedaan en hebben laten zien dat ze er graag willen zijn. En dat is altijd goed, denk ik. Nou ja, en ik moet ook zeggen, ze zijn een beetje goed weggekomen, want normaal gesproken dan moeten ze even wat zingen. Omdat ze voor het eerst erbij zijn, maar er was hier helaas geen gelegenheid voor, dus ik hoop dat nog komt. Maar over het algemeen hebben ze zich gewoon goed laten zien, denk ik. En dan misschien wat meer persoonlijk richting jou. We hadden Robin Roefs onlangs voor de camera en die zei, ik steek veel met Matthijs op, ik leer veel van hem, kijk veel naar hem. Hoe heb jij dat aangepakt met Robin in dit specifieke geval? Nee, ik vind het sowieso mooi dat een jongen van 16 jaar gewoon... Dat hij sowieso mee kan is voor hem natuurlijk top, maar ook de persoon die hij is, weet je. Van een 16-jarige keeper verwacht je in principe dat hij gewoon stil en spannend. Maar bij hem, ik heb het idee dat hij is wel op zijn gemak en hij doet het wel even. En dat bedoel ik niet op een nonchalante manier of zo, maar ik denk dat het een keeper is die veel kwaliteit heeft. Sowieso in de groep wist bijna niemand dat hij 16 jaar was, omdat hij toch al groot is en gewoon zijn ding durft te doen tijdens wedstrijden. Dus, tot zover het trainingskamp. Dan kijken we nog even naar de eerste seizoen zelf terug en vooruit op de tweede seizoen zelf. Als we die eerste seizoen zelf bekijken, toen jij je vaste contract tekende bij NEC, zei je ik ben er nu nog niet klaar. Ik wil nog meer van mezelf laten zien. Hoe vind je dat tot dusver is gegaan? Ben ik nog niet helemaal tevreden over. Ik denk dat ik sowieso de eerste periode niet mijn niveau heb gehaald. En daar baal ik van. Ik denk dat de tweede periode wel een stuk beter is gegaan. Zijn de resultaten ook beter geweest, denk ik. Dus ik denk dat het gewoon wel belangrijk is dat ik gewoon mijn niveau blijf halen. Wat ik al zei, ik heb nog niet echt laten zien wat ik kan. Ik heb wel heel veel zin om dat in de tweede seizoenshelft weer te laten zien. Om echt te laten zien van, hey, dit is Matthijs Brandehorst en dit is de reden waarom NEC mij heeft gehaald. Nou, je staat nu op zes keer de nul in de competitie. Wat is je doel? Hoe vaak wil je de nul gaan houden in dit seizoen? Denk je daarover na? Ja, zeker. Ik heb sowieso, spreek dat af met Gabor. Begin van het seizoen in de voorbereiding hebben we wat doelstellingen afgesproken. Die wil ik liever voor mezelf houden. Dus die ga ik niet hier voor de camera allemaal naar buiten brengen. Maar vraag het aan het eind van het seizoen nog een keer. En dan hoor je of de doelstelling bereikt is. NEC TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwarden Search Group, Geostick Labels & Tags, JWR Elektrotechniek en Ecopal.